Obama is ook maar een goede leider en bijvoorbeeld Gaddafi is maar een slechte leider. Je moet goed weten hoe je met het geld omgaat dat je hebt. Dat de kinderen goed kunnen spelen en dat ze je naar de zin hebben. Gewoon oplossen met praten. En niet heel erg de baas spelen. Je moet wel goed om kunnen gaan met kinderen ook. Hij is wel slim. Maar ze kan heel goed dansen. Dat je alles goed kan regelen. En dat je niet alleen aan je vrienden denkt. Die hebben ook respect voor jou. Als je gewoon respect voor diegene, dan hebben ze ook respect voor jou. Maar die is niet zo streng. Voor een heleboel dingen. Als er bijvoorbeeld iets helemaal verkeerd is gegaan. En dan weet ik, dan zou ik niet weten hoe ik moet zorgen dat het allemaal weer goed ging. Maar sommige dingen zijn dan wel moeilijk om te doen. Dan moet je heel veel dingen oplossen en zo. Want dan ben jij de baas. En als er dan iets gebeurt, dan ben jij er eigenlijk verantwoordelijk voor. Bijvoorbeeld geen sorry kan zeggen, gewoon hulp verlenen. Dat kan ook soms moeilijk zijn. Waarschijnlijk ontslag en dan vinden ze je ook niet meer aardig. Dus willen ze heel veel dingen eigenlijk niet meer voor je doen als je iets vraagt. Dan gaan ze minder goed doen. En dan krijg je ook geen respect meer. Je moet te streng zijn. En je moet goed met je geld omgaan. En niet alles te duur maken of te goedkoop. Maar ook wel wat korten. Maar je alles wat je moet voldoen. En dan zegt er iemand anders, ja, je moet precies op die dag doen. En dan, ja, dan raak ik ze met de klus kwijt. En je geeft gelijk al het geld uit in één ding. Bijvoorbeeld, je koopt een machine om croissantjes te bakken. En anders gelijk al dat weer op. Je moet ook aan de regels voldoen. Zeg maar, als hij zegt, zeg maar, bijvoorbeeld, ja, wordt woensdag uitbetaald. En dan zat hij jou weer woensdag, ja, door zondag. Dat is bijvoorbeeld met kinderen. Als je bijvoorbeeld aardig bent, kan je ook zomaar je vrienden kwijtraken. Als je bijvoorbeeld één ding uitdoet, dan hoor je gelijk geschreeuw aan je oren. Ja, ja, dat zo je dan. Niet steeds te aardig, want als je dan te aardig bent, dan mag je al heel veel dingen en dan gaat het ook niet meer zo goed. Bijvoorbeeld zeg, dat moet je en dit moet je doen, anders ben je ontslagen. En dat is ook niet handig. Ja, zeg maar niet dat je bijvoorbeeld dat de president van Amerika, hoe de stad loopt en dat iedereen zeg maar bij gaat staan, ja, mag ik een handtekening en zo. Ja, een klein baasje zijn, zeg maar. Alleen van een klein bedrijf. Gewoon respect hebben ook voor mensen. En mogen ze zonnepanelen plaatsen. Is dat mij plicht voldoen? Ja, ik zou wel zieke mensen helpen om te blijven overleven. En ik zou ook bij fabrieken en zo, die geven heel veel gas en zo, zou ik vragen voor dingen wat ze met de hand kunnen maken.